Ben ik hier voor een nieuwe opname van de Blair Witch Project. Nou, als ik hier omheen kijk, zou ik bijna denken, ik sta midden in het bos. Ik sta in Ridderkerk, of eigenlijk moet ik zeggen Ridderkerk, in Zuid-Holland. Want vandaag is de Tiglon, de tweede van dit jaar. En ik sta bij CrossFit Ridderkerk. Bij een soort barakken of zo. Nou ja, we gaan vandaag drie workouts doen. Hele pittige. Iets met ringen, gewicht heffen, van alles en nog wat eigenlijk. Ik ga kijken hoe ik er vanaf ga brengen. Samen weer met de MC's. Met de mensen van deze box. En we gaan gewoon lekker los. We gaan er gewoon wat van maken. Veel plezier met kijken. Hoe ging het? Hoe ging het? Door camera. Weet ik niet. Ik had gehoopt nog iets beter, maar mijn armen zijn echt zo moe, merk ik. Kon je hem een beetje jerken? Of, Nee, ik deed hem zelfs één keer gewoon zo. Pressen. Dat ik zei, duik eronder. Dat ik denk, ja, inderdaad, duik eronder. Maar nee, het was al met cleans. Was te snel naar een grote stap gemaakt, zeg maar. Grant, ja, show het over. Niet. Toen een stapje terug lukte het ook niet meer. Ja, toen waren mijn armen al zo moe. Geen PR? PR? Ik weet het eigenlijk niet. Oh. Met 2 RM, ik heb hem niet omhoog zitten, dus zou nog best wel kunnen. Doe je ook niet vaak waarschijnlijk 2 RM? Nee, eigenlijk niet, nee. Dus, maar goed, wel we hebben dag. Het weer gedaan. Ja, zeker, hele leuke dag. Top weer. Het is echt heel lekker weer, ja. Hoeveelste Tiglon is dit voor je? Eerste. Eerste? Ja. Oké, heel goed. Ja, inderdaad. Maar we gaan je nog vaker, je gaat nog vaker meedoen. Ja, vast wel. Vind ik leuk. Nice, heel goed. We pushen gewoon weer. Ik ben op zoek naar de tip die me leidt naar de brein. Shooters die maken niet mis, nee, ze schieten gered. Let op jezelf voor je leven, laat je in kerst. Man van Staal. Ja, meneer. Hoe ging het? Je hebt hard gewerkt. Hard gewerkt? Maar man van Staal. Man van Staal, hè? Met het ijzer. Wat was je aan het doen eigenlijk? Je ging gewoon lekker liften? Ja, mijn squat clean ging goed. Mijn squat clean ging lekker. Ja. 80 gehaald. Ja. Nee, 75, sorry, 75. Nee, wel 80. Ik heb maar 5 keer gewerkt. 80 gehaald. Daar was ik heel blij om. Was, mijn 1 RM is 80, dus nou, ik heb 2 keer gedaan. Heel blij. Nice. En mijn jerk, ja, ik weet dat ik die power gewoon nog steeds mis. Ik moet gewoon blijven oefenen. We moeten allemaal aan dingen werken, ja. Oké. Heel veel zelfs. En hoezo de Tiglon? Waarom doe je mee? Sowieso voor mezelf om te kijken waar sta ik. Ik heb de eerste gedaan. Daar heb ik gemerkt, ik ben gewoon zwak in liften. Dat is het perfecte onderdeel natuurlijk. Toen ben ik 3 keer per week gaan liften. 2 keer per week watje. Toen ben ik wel met seconden vooruit gegaan. Dat was heel fijn. Ja, en hier kom je zelf tegen. Maar ja, daar kom je voor. Ja, ik ga mezelf ook zo tegenkomen. Ja. En wat een topdag. We staan vol in de zon. Heerlijk, hè? Heerlijk. Dus zet hem nog op vandaag. We gaan lekker genieten nog. Zometeen nog een workout. Dus we gaan uitrusten. Zo, hè? Zet hem op, hè? Succes! Ik ken Robert natuurlijk als een van de MC's van alle events, maar natuurlijk ook van de Tiglon. Maar daarnaast is hij ook bokseigenaar. Ja. Dit is jouw dome. Sinds 1 maart inderdaad. Sinds kort. Samen met Joeri Schobben, dus mede-eigenaar van de Stages. Ja. Ja, dus dat is super cool. Je hebt het andere leven opgezegd voor CrossFit, alleen maar CrossFit. Het was al een tijdje. Ik was al best wel heel veel aan het coachen. En eigenlijk de box waar ik heel veel coachte, heb ik op een gegeven moment gewoon een deal kunnen maken om het over te nemen. En niks beters dan dat, want je kent de leden ken je al. En je kan verder gaan bouwen aan iets wat je al sowieso heel erg fijn vond. Zeg maar. Fanatieke groep vandaag. Ja? Wanneer gaan we een atleet van jou de Tiglon zien? Zit dat er aan te komen, denk je? We hebben een paar kansmakers. Eentje gaat helaas de opleiding in voor de Mariniers. Ja. En daarna gaat hij weer terugkomen. Ik denk zeker wel dat het gaat best gaan doen. Ja. Een paar die een beetje wat blessures of druk met school en dat soort dingen. Dus ik kom af en toe een keer te zorgen. En wel een dame die ook echt wel veel kans maakt om op een gegeven moment bij de tuin te komen. En verder eigenlijk is de box vooral een hele gezellige, leuke box waar mensen gewoon lekker fit willen worden. Ja. En de tuin pakken wij met name gewoon eigenlijk als een leuk moment om te meten. Om te testen eigenlijk voor jezelf en een uitdaging aan te gaan. Ja, de mensen vinden het super gaaf om dat mee te doen. En we hebben denk ik dat 90% van de mensen doet gewoon alles scheelt. Ja, dat is prima, dat is gewoon leuk. Nou ja, we gaan nog even naar het eentje pakken. We hebben er 2 gehad. Blijf lekker kijken. We gaan hier nog wel een keer in de zon, buiten, suns uit. Guns out, helemaal los.
Jongens, het zit erop. De derde workout heb ik echt net afgerond. Achter me wordt nog even alles naar binnen gesleept. We hebben echt een topdag hier gehad. Lekkere workouts gedaan. Ik vond hem relatief goed te doen. Dus het laatste was wel echt een killer, conditioneel. Ja, we gaan het nu weer zien. Voor een paar weken is er dan het event. En dan en dit keer weer in een nieuwe locatie. Want hij zit daar voor eenmaal bij Autotron. En het schijnt heel erg vet te worden. Met zelfs buitenonderdelen. Dus het wordt weer een heel nieuw event. Dus ik zou zeggen, dank voor het kijken ten eerste. Kom natuurlijk naar de competitiedag. Kom de atleten aanmoedigen. Dat zal weer echt heel erg vet worden. En ik hoop je daar te zien.